Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Skills Dojo Test Lab video. Omdat er zoveel leuke bouw-, ontdek-, maak- en leerproducten zijn, te veel om overal een lesserie van te maken, testen we regelmatig de leukste producten in ons testlab. Zodat jij zelf kunt beslissen of het iets is voor jullie thuis of in de klas, in deze video de Bjorn Build Your Own Robot. Bjorn is een do-it-zelf kit om robots of andere elektronische apparaten te ontwerpen, bouwen en programmeren. De Bjorn Kit bestaat uit een aantal verschillende input- en output-onderdelen. Zo zit er in de starter kit van ongeveer €99 een easyboard, een Arduino-compatible chip, een afstandssensor, een geluidssensor, een lichtsensor, een draaiknop, een ledlampje, een servomotor, een stappenmotor, een speakermodule, een USB-kabel, powerbank, een setje splitpennen, sensorkabels en een handleiding. Het hart of het brein van je robot is het easyboard. Hier sluit je door middel van mini-jack-kabeltjes alle sensoren en modules op aan. Dat werkt heel gemakkelijk. Het zit goed vast en gaat niet zomaar kapot. Zo kan ik heel snel en eenvoudig bijvoorbeeld de knopmodule en de LED-module op elkaar aansluiten. Draai ik aan de knop, dan gaat de LED branden. Hetzelfde bijvoorbeeld met de afstandssensor. De afstandssensor reageert als er iets voorgehouden wordt. Hoe dichter bij het voorwerp is, hoe meer signaal hij geeft. En met kosteloze materialen, zoals karton, bouw je je eigen apparaat of robot. De site van Bjorn staat vol met leuke filmpjes met voorbeelden en inspiratie. Het bedrijf achter de Bjorn, Zolli, biedt ook een educatief lespakket. Dat pakket bestaat onder andere uit een aantal robots, lesmaterialen, een digitale leeromgeving en educatieve games. Als je meer wil weten, kun je even kijken op hetzollisysteem.nl. Ik vind het echt prachtig spul. Het is robuust, je kunt snel aan de slag en je hebt heel veel mogelijkheden om uit te breiden. Echt heel leuk. Ik kan me voorstellen dat je als basisschool een aantal van deze pakketten aanschaft voor de bovenbouwlessen natuur en techniek. Als je ze eenmaal hebt aangeschaft, zijn de kosten voor hergebruik laag. Je kunt elke keer gewoon oud karton en recycled materiaal gebruiken. Daarnaast zou je het pakket kunnen inzetten voor lessen computational thinking. Om bijvoorbeeld in combinatie met Scratch de basis van programmeren te ontdekken. En het werken met dit pakket stimuleert de 21e eeuwse vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, problemen oplossen en creatief denken. Voor thuis is het pakket ook super. Als je als ouder meedoet, kun je er zeker met kinderen vanaf 6 jaar mee aan de slag. Nou, onze score. We gebruiken een scoremodel van maximaal 5 sterren. Op elk punt is een halve of een hele ster te verdienen. Prijs. Is het uitdagend en niet te moeilijk of te makkelijk? Is het herbruikbaar? Is het iets voor op school? En is het iets voor thuis? 5 sterren dus voor Bjorn. Al met al is het een heel mooi modulair systeem. Je kunt het steeds weer hergebruiken om iets nieuws te bouwen. Even een disclaimer. Dit is een onafhankelijke test en we ontvangen geen vergoeding voor het testen. We hebben de Bjorn zelf aangeschaft via bjorn.nl. Als je meer van dit soort video's wil zien, geef dan een duimpje omhoog. En ik ben benieuwd naar jullie mening, dus laat me weten of je hier een hele lesserie omheen zou willen zien. Of heb je een product dat je graag door ons wilt laten testen? Laat het me weten in de comments hieronder. Tot de volgende missie.